In dit filmpje gaan we meer laten zien van de Garmin Camper 780 Digital Traffic. De nieuwste uitbreiding in de camper serie van Garmin, die natuurlijk al wel heel wat jaartjes toestellen levert voor de camper en caravan rijder. Naast de instellingen voor je breedte, je hoogte, je gewicht van je voertuig zitten natuurlijk ook een aantal extra leuke functies in. Zoals de camper contact database, camper database met filteropties. In ieder geval allemaal een hoop handige dingen voor onderweg tijdens je reis. In dit filmpje gaan we er wat meer van laten zien. Hier hebben we de camper 780 van dichtbij. Lekker groot scherm, 6,95 inch. In een edge-to-edge behuizing noemen ze het. Dus je hebt zo weinig mogelijk rand rond het scherm. Om het apparaat niet onnodig groot te laten worden. Hierboven in beeld zie je het autootje staan. Dat betekent dat hij in het autoprofiel is ingesteld nu. Dan houdt u dus geen rekening met je breedte, je hoogte en al dat soort dingen. Maar daar is het apparaat natuurlijk wel voor bedoeld. Je hebt verschillende profielen. Heb je al een camperprofiel ingesteld, dan zie je hier de informatie die erbij hoort. Je kan ook gewoon een nieuw profiel gaan maken. Heb je de keuze aan een camper. Camper met trailer en een auto met aanhanger eigenlijk, of auto met caravan. Op het moment dat je een van de voertuigen kiest, dan moet je dus wat informatie gaan verschaffen. Even een aantal standaardwaarden al voorgedefinieerd, maar je kan het dus helemaal naar wensen gaan instellen. Dan heb je daarnaast nog wat andere dingen. Mocht je niet harder rijden dan 80 of 100, kan je dat ook aangeven. En zoals je kan zien houdt hij dan rekening met de aankomsttijd. Nou, is het profiel helemaal ingesteld, dan gaat hij daar dus rekening mee houden bij je routebepaling. En je kan hier dus gaan kiezen welk voertuig je wil gebruiken bij het maken van de routes. Oké, wat wil je dan als je met de camper op pad gaat? Je wil natuurlijk naar een camperplaats toe. Je kan op verschillende manieren zoeken. Wat wel een handige manier kan zijn als je bedenkt, we willen vanavond eindigen in bijvoorbeeld in Valkenburg. Dan kunnen we de locatie waar hij moet zoeken op Valkenburg zetten. En op het moment dat we dan gaan zoeken naar de camper contactplaatsen. Dan zoeken we een camperplaats. Hebben we even geen filters aangezet. Dan krijg ik gelijk alle camperplaatsen in de buurt van Valkenburg te zien. Met de afstand tot het centrum. En dan kan ik ze nog op een kaart laten tonen. Om een beetje idee te hebben waar in de buurt allemaal campercontactplaatsen zijn. Je krijgt ze op de kaart te zien. Nou, dan kan je nog wat inzoomen. En dan zie je eigenlijk dat hij net buiten het centrum ligt. Klik ik zo'n plaats aan, dan krijg ik nog wat meer informatie. Het eventueel telefoonnummer. Een fotootje, als die beschikbaar is. Reviews, gemiddeldes, aantal plaatsen. Nou, allerlei informatie die je natuurlijk ook in de campercontact app kunt zien. Ook wel grappig is, als je telefoon verbonden is, dat je ook het weer op die locatie kunt bekijken. Nou, dat ziet er ook goed uit de komende dagen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ga op dat moment. 200 meter door tot het einde van de weg. Sla dan rechts af. Is die route eigenlijk al binnen no time berekend. En hij wacht tot we gaan vertrekken. Ik krijg hier nog een soort samenvatting van de route te zien. Hier aan de zijkant zit een soort snelkoppelingentoets waar je wat informatie kan opvragen. Nou, in dit geval zitten we in Nederland. Dus de hoogte is niet heel spectaculair. Op het moment dat we op dit symbooltje kiezen. Nou ja, we gingen richting Valkenburg. Dus gaan we naar Limburg. Gaan we toch iets te wild op. Nou, dan krijgen we dat te zien. Waarschuwingen voor eventueel steile hellingen kunnen daarbij komen. Je kan hier ook meer reisgegevens in beeld gaan zetten. Dan kan je vervolgens per scherm, per veld kan je gaan aangeven van welke informatie vind ik interessant om te zien. Als ik wil weten hoeveel kilometer ik nog moet die dag. Ik kan dit op deze manier tonen. Sla rechtsaf naar Koningin Julianastraat, neem dan de eerste weg links. Nou, eenmaal onderweg krijg je boven in beeld te zien wat er moet gebeuren over hoeveel meter. Gesproken aanwijzingen natuurlijk. En meldt wijzigingen en maximum snelheidsinformatie zoals je hier ziet. En zo zal hij tijdens de hele route je blijven begeleiden met informatie. Sla linksaf naar Kerklaan. Kan ook maximaal scherm natuurlijk of maximale kaart in beeld krijgen. Tripcomputer met allerlei gegevens. Hier zie je nog wat meer informatie over de route. Hier waarschuwing voor schoolzone. Hier zie je dat we zo meteen een rotonde gaan naderen. Op zich een heel informatief scherm. Tot we eigenlijk natuurlijk wel gewend zijn van alle andere Garmin apparaten. Maar ook de Garmin Camper. Zie je bijvoorbeeld dat de cijfers zijn net wel een stukje groter geworden dan bij zijn voorgangers. Ze hebben het veld iets groter gemaakt
om ook de cijfers gewoon wat groter en duidelijker weer te laten geven. Het zijn wat kleine veranderingen ten opzichte van zijn voorgangers, maar het zijn wel weer verbeteringen. Daarnaast heeft dit toestel een dual core processor, waardoor hij gewoon een stuk sneller is in zijn routeberekening. Andere handige functie is dat je vrij simpel je route kunt aanpassen. Op het moment dat ik gewoon op de kaart klik, zie je dit symbooltje verschijnen. Nou, zoals je kunt lezen, met de routevormingsfunctie kunt u het verloop van uw route eenvoudig aanpassen. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Stel dat we, zoals we nu zien, de route zien we nu over de A2 gaan. Maar stel dat wij liever wat doorrijden over de A12. Dan kan ik eigenlijk gewoon de weg aan gaan klikken. En dan wordt de route opnieuw berekend. Op dat moment krijgen we te zien wat er gebeurt. Nou, hij voegt 55 kilometer toe in een half uur. Prima. Als we dat willen, zeggen we ga. En mijn route is aangepast. Ik kan even nog overzicht van de route krijgen. Rijd de dichtstbijgelegen weg op. Het is ook mogelijk om het apparaat met je stem te bedienen. De commando waar hij eigenlijk op reageert is oké, Garmin. Spreek een opdracht uit. Zoek adres. Spreek een adres in Nederland. Rijsense straat 170 Wierden. Bedoelde u Rijsense straat 170 Wierden? Ja. Geen overeenkomend adres gevonden. Selecteer beste resultaat. 2. Wilt u beginnen met navigeren? Ja. Nieuwe route beginnen of toevoegen als volgende stop. Nieuwe route starten. Rijd de dichtstbijgelegen weg op. Eigenlijk zie je welke commando je kunt geven. Dus dingen bevestigen of keuzes maken. En ja, zodra die klaar is, sluit hij de stembediening af en is die klaar om te navigeren. Je hebt meerdere commando's om uit te kiezen. Dit is gewoon een adres inspreken. Waaronder oké, Garmin. Spreek een opdracht uit. Zie je de verschillende dingen staan. Omlaag. Dan gaan we nog even weer naar de opties voor de campings, campercontact plaatsen. Overigens kan je die categorieën en dingen zelf de volgorde wijzigen door gewoon het scherm even in te drukken. Als je graag kampeert en je wilt actiecampings bovenaan hebben, dan schrijven die daar naartoe. Campercontact toch op de eerste plek, doe je dat. Wat ze ook wel hebben gedaan is onder alle campings, als je daar nu op zoekt, dan gaat hij niet alleen kijken naar de informatie die in zijn eigen kaart zit, maar hij combineert ook de POI-bestanden van de actie en van de campercontactplaatsen. Die herken je eigenlijk aan het symbooltje ervoor. Dus die informatie komt uit de campercontactdatabase. Dit zijn de campings gewoon uit de normale kaart. En dan zie je ook de actiecampings. De filteroptie zit natuurlijk ook in dit geval bij die actiedatabase. Daar zie je dat je eigenlijk uit een heleboel dingen kunt kiezen. Dingen, informatie die ook in het boek vaak erbij staat. Dus door een vinkje aan te geven, dan gaat hij rekening houden met jouw voorkeuren. Om zo ja, de campings eruit te filteren die aan jouw wensen voldoen. En dat geldt natuurlijk ook voor de camperplaatsen. Op die manier heel makkelijk selecteren. Naar jouw wens. Je kan ook gewoon zoeken op naam van een camperplaats. Als je die in een boekje ziet staan of in de app ziet staan, typ je gewoon de naam in. En dan zal die camperplaats ook tevoorschijn komen. Je kan helaas niet zoeken op de sitecode zoals we die vaak terugzien in de app. Maar ja, daar zie je ook de naam eigenlijk staan. Dus typ je de naam in, dan kom je er ook. Uiteraard kan je ook gewoon op een adres zoeken. En dan inderdaad plaats of postcode kan je ingeven. Zoals je ziet vallen de letters gelijk weg van plaatsen die niet meer beschikbaar zijn. Heb je de route actief, kan je hem toevoegen als stop of je kan een nieuwe route starten. Je krijgt gelijk de opties te zien. En de route wordt weer berekend. Daarnaast kun je gebruik maken van de Garmin Drive app. Nou, die app zorgt ook voor de verbinding met het systeem, voor de verkeersinformatie, fileinformatie, al dat soort dingen die kan ontvangen. Ook berichten die je op je telefoon binnenkrijgt, kunnen getoond worden op de Camper 780. Maar in de app kan je ook heel simpel een bestemming kiezen. Met name het zoeken op nuttige punten gaat simpel. Of adressen. Wanneer je zo'n locatie kiest en je drukt op ga, wordt de bestemming direct naar de Garmin camper gestuurd en dan gaat er heen navigeren.
Ook op het moment dat je de Garmin Camper op dat moment niet hebt ingeschakeld en je zoekt er wel vast de bestemming op je telefoon, zal hij hem synchroniseren zodra je de telefoon verbinding maakt met de Camper 780. Dat is alweer een mooi nieuw toestel voor mensen met wat grotere voertuigen. Uiteraard die je altijd nog wel je gezond verstand te blijven gebruiken, maar het apparaat is zeker een hulpmiddel om je op de juiste weg te laten rijden. Door het grote scherm is die over het algemeen goed te zien, lekker duidelijk in beeld. De cijfers en letters zijn nog weer groter geworden. Dat het alleen maar prettig gemaakt om af te lezen. Alle informatie heb je gewoon bij de hand. De campings, de camper contactplaatsen waar je hem simpel op kunt filteren. Uiteraard ook gewoon in de auto bruikbaar. Op het moment dat je hem daar ook voor wil gebruiken. Daarnaast heb je natuurlijk nog alle voor de Garmin gebruikers misschien wel bekende mogelijkheden qua routeberekening. Waar je kunt kiezen voor verschillende manieren van rekenen. Welke wegen je wel of niet voor mij wil vermijden. Tolwegen wel of niet. In ieder geval hoop ik dat er zit erop. Ook de mogelijkheid om te verbinden met een wifi-netwerk. Om via wifi je kaartupdates binnen te halen. Kijk, alle dingen die eigenlijk op een moderne navigatiesysteem horen te zitten. Oké, je hebt nu wat meer gezien van de Camper 780. Het is eventueel ook leverbaar in een bundel met BC40 achteruitrijcamera. Hele grote doos. Komt omdat daar een vervangende kentekenplaathouder bij zit. Wil je meer van die BC40 zien? Kijk dan ons andere filmpje waar we laten zien hoe je die installeert en gebruikt. Een simpele manier om een achteruitrijcamera op je voertuig te gebruiken. Bedankt voor het kijken.